We zijn hier in het stadskantoor bij elkaar om de uitreiking eigenlijk van de resultaten van het wijkonderzoek in Woudshoek en Spaarland. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat is helemaal juist. Er is een enquête geweest in maart, afgelopen maart. De voorbereiding heeft ongeveer een maand of 9 geduurd, vanaf vorig jaar augustus, september. We hebben gezamenlijk vragen opgesteld, de bewoners, met de faciliteiten, gefaciliteerd door de gemeente. En die vragen, wat waren meer stellingen, en die hebben we vertaald in die enquête. En die is gestuurd naar alle bewoners. Dat zijn zo'n 6600 huishoudens. Een bewonersenquête, is dat nou nieuw voor Schiedam? Dat is in deze vorm is dat hartstikke nieuw in Schiedam. En we zijn er ontzettend blij mee. Je glimt van trots eigenlijk, hè? Ja, een beetje wel, hè. Als je ziet natuurlijk welke respons die bewoners hebben gekregen op hun enquête. Dat is enorm. En ook heel veel mensen hebben aangegeven om zelf de handen uit de mouwen te willen steken. Dat is ook wel uniek. Ja, we hebben twee wijken waarin geënquêteerd is. En in de ene wijk hebben 136 mensen zich aangemeld. En in de andere wijk 137. Nou, dat is denk ik fantastisch. Dat is een heel groot percentage. Dat is een enorm percentage. En als het nou lukt om die mensen betrokken te houden en om ook daadwerkelijk van hun aanbod gebruik te maken, ja, dan kunnen we ook in die wijken kunnen we weer een stapje voorwaarts maken. Wat hebben de mensen aangegeven dat ze willen doen? Waar moet ik dan aan denken? Onkruid wieden of de buren helpen? Nou, volgens mij moeten we eerst nog een beetje gaan kijken waar ze echt behoefte aan hebben. Maar wat wel goed en bemoedigend is dat ze ook hebben aangegeven een aantal dagdelen beschikbaar te zijn. Er is echt wel een klein beetje behoefte aan vrijwilligers in de wijk. Dus het is mooi om deze mensen weer aan boord te hebben. Een vorm van burgerparticipatie. De overheid trekt zich een beetje terug en de bewoners nemen het over. Maar wat je vooral ziet hier is dat bewoners zelf het heft in handen hebben genomen. Tegen de gemeente hebben gezegd wij zouden graag willen kijken waar de bewoners in de wijk behoefte aan hebben. Dus hebben we samen een enquête opgesteld. Zij hebben de vragen gemaakt. En wij hebben er als gemeente voor gezorgd dat ze ook in een vorm gesteld konden worden. Zodat je er ook in de analyse iets aan hebt. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid tot fantastische enquêtes. Waarbij de bewoners ook echt een persoonlijke benadering hebben gekozen. Dus ze zijn bijvoorbeeld bij het einde van de schooldag bij de scholen gaan staan. Bij supermarkten gaan staan. En hebben mensen niet lastig gevallen met hele lange lijsten met vragen. We hebben mensen gewoon een kaartje meegegeven. En gezegd hier is een kaartje. Als je nou zo dadelijk thuis komt, kijk dan even op die site. En zou je dan zo vriendelijk willen zijn om de vragen die daarop gesteld worden te beantwoorden? Nou, dat heeft dus echt tot een respons van 1100 geleid. Je hebt zelf ook meegedaan, hè? Ik heb zelf meegedaan met het uitdelen van de kaartjes bij een supermarkt. En ik vond dat mensen er heel positief op reageerden. En wat opvallend was bij de reacties, dat meer dan 90% in allebei de wijken van de bewoners aangeeft in 2025, want daar ging het om, nog te willen wonen waar ze nu wonen. Dat is een prachtig resultaat. Dat is een heel mooi resultaat. Dat betekent wel iets, want dat betekent onder meer dat de mensen niet gaan verhuizen, dus er zal minder doorstroming zijn. En de mensen worden er oud. En dat betekent andere wensen, eisen aan de voorzieningen op hogere leeftijd. Dus dan moet je eigenlijk de woning moet je aanpassen dat mensen kunnen blijven wonen daar. Ik denk dat de mensen zelf de woning moeten aanpassen, maar het is misschien wel handig om dat gezamenlijk met een organisatie te doen, zoals bijvoorbeeld seniorenwelzijn, want die mensen in kaart brengen en daar met samen met seniorenwelzijn misschien contracten kunnen afsluiten met vastgoedmensen, bedrijven, die dan zeggen, nou we kunnen wel een traplift maken of we leggen wel een mooie douche aan die niet gevaarlijk is. Gaskoken is ook gevaarlijk voor wat oudere mensen. Dus misschien is inductie dan beter. Nou, als we dat allemaal goed voorgelegd krijgen door bona fide bedrijven, dan denken wij dat we daar goede punten mee kunnen maken. 96% van de mensen wilde dat er 2 keer per uur een tram of een bus of een hoogwaardige verbinding met de rest van Schiedam aanwezig was. Ja, en dat is op dit moment nog een heikel punt, want de tram die stopt ermee 's avonds. Dus dat was wel een belangrijk punt om mee te nemen. En als je dan ouder wordt, dan ben je geïsoleerd in je eigen wijk eigenlijk? Nou, precies. En dat was ook een vraag die 60% van de mensen positief beantwoordde. Een hoogwaardige ICT-voorziening. Want in de moderne tijd kun je natuurlijk ook in je eigen woning nog contact maken met de hele wereld. Als de internetverbinding goed genoeg is. En, nou, het is al erg goed met de glasvezel, maar ja, dat moet wel dan zo blijven. Dus dat was eigenlijk het idee.